Mijn naam is Ernst Kuipers en ik word de nieuwe minister van VWS. Ja, kijk, mijn echtgenoot en ik hebben 4 zoons in de leeftijd tussen de 25 en de 21. Ik ben maar een lang mager mannetje, maar die zoons die zijn allemaal groot en stevig en sporters, et cetera. We mogen om allerlei redenen trots zijn op het Nederlandse gezondheidszorgsysteem. Maar het is om allerlei redenen de afgelopen 20 jaar ingezet als iedere zorgverlenende instantie, iedere huisartsenpraktijk, ieder ziekenhuis, iedere wijkzorginstelling. Alles is zelfstandig. En dat betekent in de crisis opeens dat het heel lastig schakelen werd met zoveel partijen. Dat is ons goed gelukt, met dank aan alle collega's die zich hiervoor inzetten. Maar dat vroeg ook alle dagen, alle aandacht. Dat is voor de ontspanning en als je zo oud bent als ik, 62, dan moet je dat ook gewoon consequent 3 keer per week doen. Anders dan gaat het niet meer. Hardlopen voor mij vraagt niet meer dan een shirtje en een paar schoenen. En een stukje bos of wat anders. Rob Jette is veel jonger dan ik. Dus als hij zich inhoudt, dan kan ik hem misschien een stukje bijhouden. Maar je moet in de loop der jaren je tempo ietsje aanpassen. Maar het gaat voor mij niet om een wedstrijd winnen met het hardlopen. Het gaat er gewoon om dat je actief blijft. En dat geldt wel. In een Nederlandse setting geldt voor alle leeftijden. Bewegen, actief zijn is gewoon heel erg belangrijk. Voor je lijf, voor je geest. En daar moet je ook zorgen dat daar voor iedereen voldoende faciliteit voor is. In de afgelopen periode is alle nadruk, en dat is heel begrijpelijk geweest, op opvangen van patiënten met COVID. Maar daarmee is de ontwikkeling in de zorg en ook de opvang van andere patiënten in de afgelopen 2 jaar echt in het gedrang gekomen. En dat moet weer vooraan op de agenda komen te staan. De coronacrisis was voor mensen die in de zorg werken, inclusief mijzelf als zorgbestuurder, ja, één continue achtbaan. Op een gegeven moment werd het woord crisis sleets, omdat het al zo lang duurde. En we moeten het er eigenlijk ook niet meer over een crisis hebben. COVID gaat niet meer weg, het is nu normaal. Wat ik de komende jaren graag zou willen bereiken, is dat voor iedere patiënt, voor iedere Nederlander op het juiste moment de zorg toegankelijk is en hoogkwalitatief. En dat gaat echt niet alleen in ziekenhuizen, maar dat geldt op alle plekken. Ja? Ja. Goed.